Renault Antwerpen. De auto's van stad. Jonge fietsers verlaten het Mater Salvatoris Instituut in Capelle. Enkele leerlingen hebben oortjes in om naar muziek te luisteren. Iets wat de politie niet graag ziet en ook tegen wil optreden. Wel, onze mensen willen vooral sensibiliserend werken. Dus wij willen vooral de jongeren bewust maken dat wanneer zij deelnemen aan het verkeer, zoals ik zei, zowel te voet als met een fiets of bromfiets, dat zij kunnen afgeleid zijn door die muziek in hun oren en dat zij niet volledig veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Wanneer wij met recidieven geconfronteerd worden of met jongeren die absoluut niet willen meewerken, dan kan uiteraard altijd een boete worden uitgeschreven, maar dat is niet het primaire doel van het project. De scholieren zijn het ermee eens dat muziek beluisteren gevaarlijk kan zijn in het verkeer. Ze reageren dan ook positief op de nieuwe politieactie. Ik heb gehoord dat er op het spoor hier, dat er iemand was overreden doordat hij oortjes in zijn oor had, met een trein of zoiets. Dus ik vind dat wel goed. Andere jongeren hebben zo hun eigen oplossing voor het oortjesprobleem. Ik vind aan de ene kant wel dat het wel zo is als je met muziek bezig bent, dat je niet goed op het verkeer kunt letten soms, of als er iets is dat je het niet kunt horen. Maar aan de andere kant, als je maar één oortje in hebt, dan hoor je volgens mij toch nog wel genoeg. De Antwerpse politie heeft al laten weten het voorbeeld van de politie in Capelle en Stabroek niet te zullen volgen, omdat de wegcode het gebruik van oortjes in het verkeer niet verbiedt. Het is inderdaad zo dat de wegcode niet specifiek deze inbreuk voorziet. Wij zijn van oordeel dat wanneer je met luide muziek in je oren deelneemt aan het verkeer, dat dat een potentieel gevaarlijke situatie kan veroorzaken. Wie meermaals in het verkeer betrapt wordt met oortjes, riskeert een boete van €50.